Stef, nu bijna een week in dienst van Willem II. Hoe bevalt het? Ja, ik moet zeggen dat het me eigenlijk heel goed bevalt hier. Ik ben dan afgelopen maandag begonnen met de trainingen. En ik merk tegelijk dat ik in een leuke en hele goede groep terecht ben gekomen. En dat merk je ook aan de begeleiding. Natuurlijk is het nog niet allemaal heel goed te overzien hoe dat in de komende periode gaat. Maar mijn eerste indruk is daarin heel goed. Aankomende week gaan jullie op trainingskamp. Wat verwacht je daarvan? Ja, ik verwacht ervan dat we in ieder geval meer trainingsarbeid kunnen leveren dan hier. Want op het moment is het met de accommodatie is het vrij lastig. We trainen dan in de zaal, we hebben een uur gespind en twee trainingen op kunstgras afgewerkt. Maar dat is niet ideaal. En, ja, je bereidt je toch voor op Heerenveen waar je op een normaal veld gaat spelen. Dus is het heel goed dat we nu voor 9 of 10 dagen naar Spanje gaan. Waar we op fatsoenlijke velden kunnen trainen en ja, kunnen werken aan de ploeg. Je bent nu voor een half jaar gehuurd van PSV. Wat mogen die supporters van Willem II van jou verwachten? Nou, wat mogen ze verwachten? Ja, om te beginnen natuurlijk de volledige 100% inzet. Dat geldt voor iedereen eigenlijk. En ja, daarnaast, ik kom voor PSV en zonder mezelf wat druk op te leggen, maar dan mag je wat van de speler verwachten. En ja, ik ga daar gewoon alles aan doen, elke wedstrijd. En ik hoop dat ik ja, mooie dingen kan laten zien. Want ik hou ervan ja, ik ben echt een ras voetballer en ik hou ervan om met mooie dingen, wat ook effectief is, ja, ook het publiek te vermaken. Maar het belangrijkste is dat je de punten haalt voor het team. Over effectiviteit gesproken, hoeveel goals denk je dat je gaat maken? Ja, dan ga ik mezelf toch weer wat druk opleggen. Dus die inschatting, daar ga ik maar even niet op in op dit moment. Maar het is ook niet belangrijk, dat is misschien cliché, dat zegt iedereen wie de goals maakt. Maar als ze maar gemaakt worden, als ik er een paar kan voorbereiden en daardoor winnen wedstrijden, dan vind ik het ook prima.